Hetzelfde seizoen vorig jaar, was jouw laatste seizoen als belofte. Met toch nog even terugkijken naar de uitslagen, hele mooie resultaten. Wat in het begin doen? Ja, het begin en het eind. Eerste wedstrijd in Gerritsberg gewonnen, laatste wedstrijd in Osmalen gewonnen. Dus goed begin en een goede afsluiter. Dus dit is ook een mooie prestatie uiteraard, de Heuse Zolder, een heel beetje wedstrijd. Ja, bij de tweede. Ik weet altijd wel dat ik in Zolder, dat is wel een parcours voor mij. Nou, en, ik zat wel tegen het podium aan, tegen af en toe op de wereldbeker en dan wilde ik toch wel het podium halen. En ik denk, ja, dat is wel een parcours voor mij en ja, daar werd ik mooi tweede. Ja. Een wedstrijd die dit jaar ook graag wil rijden natuurlijk, in het komende seizoen. Ja, dat is eigenlijk mijn grootste doel, om dit jaar de wereldbekers te kunnen rijden bij de elite. Ik begin wel met de wereldbekers al in Amerika, die kan ik wel gaan rijden. Maar daarna moet ik echt zorgen dat ik in de top 50 van de UCI-ranking sta, om de rest van de wereldbekers ook te mogen rijden. Ja, moet je ook wedstrijden gaan rijden, zeg maar, die iets verder weg zijn als België, Nederland? Ja, moet UCI-punten gaan halen, dus ja, die punten kun je eigenlijk het makkelijkste verdienen in het buitenland. Ja. Dus ja, dan zou ik af en toe een keer een tripje naar het buitenland moeten maken. Vaak heel aantrekkelijke parcoursen. Ja, dat zeker, ja. Ja. Wat zijn voor jou de meest aantrekkelijke parcoursen? Waar heb je voorkeur uit? Wat voor soort parcours? Het liefst gewoon snel technisch. Heel veel jongens hier die zeggen modder. Ja, dat hoort natuurlijk wel bij het crossen, maar het liefst het mag de ondergrond hard zijn, maar ook gevroren hebben dat het hard is. Dat is wel iets voor mij. Je hebt een goede voorbereiding gekend in de wegwedstrijden het afgelopen seizoen? Ja, eerst zijn we na het veld dit seizoen gaan rusten en toen gaan opbouwen met een paar klassiekers en criteriums. En drie mooie etappekoersen kunnen rijden. En twee keer op de mountainbike wedstrijd geld. Dus, ja. Die etappekoersen zijn natuurlijk een hele een mooie voorbereiding. Je komt in een wedstrijd waar je normaal ook nooit aan de start zou komen, in Servië of in Roemenië. Ja, klopt. Ja. Kijk, Oostenrijk. Ja, daar komen mensen nog wel, maar Servië, Roemenië is 2000 kilometer hier vandaan. En dan gaan wij met de ploeg naartoe om twee hele mooie koersen te rijden. Ja. Veel publiek langs het parcours? Heel veel publiek valt ook wel mee. In de dorpjes komen de mensen natuurlijk wel kijken, gewoon eigenlijk een beetje net als hier wel. Maar het is allemaal goed geregeld, de koers is heel mooi. Ja. Daar ging het wel goed, er zijn best niet op de UCI-kalender. Nee, wel die richting in. Slovenië, Slowakije, dat nog wel, ook op de UCI-kalender, maar Servië, Roemenië niet. Maar ja, het is ook wel heel veel weg. Natuurlijk. Wanneer begint jouw veldseizoen officieel? In Amerika. Ja, dan vertrek ik 10 september naartoe en dan 15 september is dat de eerste wedstrijd. Veel zin in? Ja, heel veel zin in. Ja. Wat koers krijg je daar volgens jou, dat weet je? Ligt natuurlijk ook wel een beetje aan het weer, maar zijn ook wel redelijk snel. Een paar klimmetjes zitten er wel in, wel mooi parcours. Ja. Ik heb via livestream vertoond? Ja, volgens mij wel. We moeten volgens mij wel vroeg voor opstaan om ze te zien. Want het zit natuurlijk met tijdsfilm, maar het komen we wel livestreamen. Jouw interactie. Ik wens je heel succes. Applaus voor Mike van der Heijden. Binnenkort kunnen we live streamen op straks.